voor de vogels. Dus, vertel het maar even. Het is het begin van het broedseizoen. Het is nu de tijd om de kastjes schoon te maken. Dus als je een kastje in je tuin hebt, dan ga je het controleren. En dan, hier zit nog een nestje in van vorig jaar. Van een pimpelmees. Ja, wie ruimt het anders op dan wij? Dat dit is van een pimpelmees. Dit is van een pimpelmees, dus dat haal je eruit. Maar nee, oh, ik wil het even zien. Je mag het, sorry. Gooi het weg. Ja, anders, wat doen jullie nu toch? Hans, wat kunnen we nou zien? Niks? Ja, het zijn allemaal strootjes en mosjes, hè, waar dat, en haren, zie je, waar dat nest van gemaakt is. Oh, dit zijn paardenharen. Die hebben ze uit de bak gehaald. Och, wat leuk. Nou is deze nestkast een beetje aan vervanging toe. Dat zie je wel, dat is een beetje rottig. Dus ik heb een nieuwe voor jullie meegenomen. Oh, dat is fijn. Om die op te hangen. Daar kan ook weer een pimpel of koolmees en, in. En nog heel even, hoe moeten we ze hangen zodat ze goed hangen? Niet in de felle zon, denk ik zomaar. Nee, het beste is de opening naar het oosten gericht. He, dan hebben ze de ochtendzon, dus dat is lekker met dat koude weer ook. En dan heb je niet die westerstorm en zo die binnenregent. En dan op een hoogte van zo'n 2-3 meter een beetje... Uit de buurt van de kat van de buren. De kat van de buren moet er niet bij kunnen. Goed. Heren,